hele goede morgen. Ja, het is vandaag zondag. Ik ga even naar mijn computer toe, want ik ben helemaal door de war. Het is 8:52. Het is vroeg. Ik ga straks naar de kerk. Het is 29 april. Dat ik wens jullie allen een hartelijk welkom toe bij een gloednieuwe vlog bij Corine en de Beterboel op zondag. Ja, ik ga straks weer naar de kerk toe. Het had in eerste instantie niet door kunnen gaan, omdat ik eigenlijk om 9:30 een bezoek kreeg. Zou krijgen, laat ik het zo zeggen. Maar dat is niet doorgegaan. Die mensen hebben duidelijk een engeltje op hun schouder gehad. Want ze hadden net benzine getankt in de auto van de week. En toen zouden ze daar weer wegrijden. Alles wat er gebeurde door wegrijden was er niet bij. Het was alleen nog maar krak, krak, krak en klaboom. Was de vooras van de linkerwiel of zoiets gebroken. Ik heb er geen verstand van. En iets met de stuuras was er wat aan de hand. Dus die mensen hebben duidelijk een engeltje op hun schouder gehad. Want als het op de grote weg had gebeurd, dan hadden er rare dingen kunnen gebeuren. Ja, ik moet er maar niet aan denken. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Een gezegende zondag voor iedereen. En ik ga dus zo weg. Ik neem jullie dit keer niet mee. Het is trouwens ook triest. Oh, de veren die dwarrelen rondom mijn huis. Van een vogel. Nou, oké. Okay. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, tot straks na de kerkdienst. Dan kom ik weer thuis en dan... praat we weer even bij. Ik zeg het. Tot later. Hey, mijn hondje. Hij is een lief hondje. Ja, lieve vrienden. Het is alweer eindmiddag. Het is triest. Het is hopeloos triest. Het regent hier. En ik geloof dat het door heel Nederland momenteel zo zulk weer is. Tenminste wat ik begrepen heb op Facebook. Astrid is vandaag geweest en dan denk je, hè, op zondag? Het is nog geen maandag. Nee, maar gewoon even uit de gezelligheid. Ja, er zat nog een dagje extra. Dus ja, kwam ze gezellig bij me. En morgen komt ze gewoon even goed weer. En Chrissy die zou komen, maar die voelt het niet helemaal lekker. Dus ja. Komt denk ik door het weer. We hebben het allemaal. Iedereen klaagt momenteel weer. Ja, en dat komt door dat snert weer. Bah, niks aan. Nee, echt niet. Maar in ieder geval, ik heb wel weer leuke dingen gedaan. Ook op Facebook heb ik gezeten. Ik heb even uit de gein een geinig plaatje gemaakt. Wat een ander niet mag delen, dat is enkel voor ons drieën. Dat ben ik, zij de gek, beheerster van de 50-plus groep. En mijn twee moderatrices, Astrid van der Wal en Karen Degen. Ja, we hadden eventjes grootste lol in de groep. En daar heb ik even een plaatje leuk gemaakt met onze gezichten erin. Eventjes, ja, gein, even lol. En daar is ons meisje. Wat ga jij doen? Ga daar zitten. Er is ook een blaadje op de grond, zie ik. Hé, ja. Er is ook een blaadje op de grond. Zo. Nee, dat is een blaadje. Ga je ruiken? Dat is gewoon een blaadje. Nee. Is je ba? Ja, is je gewoon ba, boefke. Hé, boefie? Moet je naar buiten, meisje? Moet je naar buiten? Moet jij ook naar buiten de regen in? Het is een vies hoor. Het shoe, moet je naar buiten? Kom dan. Mag wel. Kom maar. Nee? Niet naar buiten? En het waait ook. Ja, dan gaat hij weer dicht op. Kijk het maar. Ah. Het is zo vies en nat.
Hé, Jan, nou? Ja, hè? Potverdikkie, hè? Ja, hè? Het is een vieze natte buiten. Ja. Oh, liefie. Hé, oh, liefie. Mijn pootje. Ja, mijn pootje. Mijn hondje. Ja, dat ik ga lekker... Oh, kijk, daar ligt onze prinses. Ik was er ook al aan het zoeken. Ik zag haar of 21 niet. Schutkleurtje, hè? Ja, schutkleurtje. Hé, meisje. Nee, je gaat haar niet pesten, want zo ben jij ook nog, hè? Dat je pesten mag. Ja, lieve vrienden, ik ga een bakje koffie maken. En ja, misschien zijn er meerdere met mij die aan de koffie gaan. Ja, lekker, toch? Dat ik zou zeggen, geniet ervan. En voor straks smakelijk eten. Ik kom straks ook nog weer even retour. Want ik weet nog niet wat ik ga eten. Ik heb wel vlees eruit gelegen, maar wat het is, weet ik niet. Want het stond er ook alweer op. Het is nat. Ik kan het dan belezen. Varkensoester. Nog nooit van gehoord. Nee, ik niet. Wel varkenslever, gewoon varkensvlees en varkensfilet, maar varkensoester. Weet ik veel. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van elkaar. Geniet verder van de dag. Oh, het is donker, het is triest. Je zou haar licht aan doen, bam. Maar oké, daar is weer te licht voor. Tot straks. Doei, doei. Goedenavond, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer even. Ik ben heel erg laat met mijn eten. Maar ja, ik had ook heel erg druk. Jullie weten, Astrid is geweest, maar die is alweer enige tijd weg. Christy zou komen, maar die voelt er eigenlijk dus niet lekker. Maar dat had ik al gezegd. Maar ik had op Facebook weer Trammeland. En dat moest ik allemaal weer rechtzetten in de groep. Ja. Ja, ik niet, maar ik had geen Trammeland, ik zelf niet, maar leden onder elkaar. En ja, ik heb daardoor eentje moeten blokkeren, wegwezen uit de groep. Die dacht even dat hij mijn de baas was. Ja, echt niet. Ik ben de baas van die groep, punt. Die ik zelf opgezet. Dat ik ga dus nog eten. Nou, mijn hondje die is nat, die is net buiten geweest. Hè? Ja, nou, hoog. Ik zat te hoog. Ja, ik zat te hoog. Nou, heb je wel. Zie je wel, dat ben jij, hè? Dat ben jij. Kijk, dat ben jij. Oeh, ben jij. Dat ben jij. Zie je wel? Nou, en daar zit er nog eentje, die is nat. Die rode daghaar daar. Die is drijfdoornat. Hé, ja. Wie is dat? Zie jij jezelf? Hé, kan je? Zie jij jezelf? Nee. Kijk dan, daar ben je. Nou, dat niet. Ja, en daar zit er eentje, die is al droog, die is niet buiten geweest. Ja, nou. Oh, zo. Maar ja, ik hoop, ik ga dus, maak ik even bij. Ik ga doppetjes eten. Dat is een tijd geleden dat ik dat gegeten heb. En dan, hoe heet dat vlees ook alweer? Varkensoester. Ga ik eten. Ja, dat is ook klaar. En ik denk dat ik er een of ander sausje erbij doe. Weet ik nog niet. Hoe en wat. Maar dat komt goed. Ik heb sausjes boel genoeg. Ja, komt goed hoor. Wat miauw. Hé, wat miauw. Wat miauw. Miauw. Hij is lief. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen tot later. Doei, doei. Ja, en daar staat mijn eten dan. Lekker. Doppetjes. Saus. En een stukje vlees. En wat voor saus hebben we? Nou, dat is heel makkelijk. Dat is deze. Ja, lekker. Dus dat zal bij mij vast en zeker gaan smaken. Een lekker wijntje erbij. Een bakje koffie erbij. Dat ik ga smullen. En goedenavond, mijn kereltje. Ja, je loopt maar om me heen. Ik heb daar nog twee. Ja, we hebben er daar. En hier nog één. Hé, ja, ik ga jullie allemaal zomaar eens binnen. Hé, allemaal binnen. Ja, jij wil eruit, hè?
Ja, dat dacht ik al. Nou, zullen we jou er eerst maar eens even uitlaten, hè? Of niet? Nee, toch maar niet. Het is te nat, hè? Ja. Maar oké, lieve vrienden, het licht brandt weer, zie ik. Haha. Maar in ieder geval, dat draai ik hem dus niet om, hè? Nee. Maar we wensen jullie wel allen een hele fijne avond toe. Ja. Van Corina en de Beestenboel. En die leggen dan weer zo lekker die twee zwart-witte. Ik sluit gelijk deze vlog van vandaag weer af. En ik zeg jullie allen een hele goede nacht. Gezond weer op. Met God zegen zal het vast en zeker wel lukken. Degenen die werken zullen gaan doen. En weet ik veel. Degenen die vakantie hebben, die een fijne vakantie toegewenst. Ja, want school dat is geloof ik nou gesloten. Want het is geloof ik voorjaarsverdeel. Weet ik veel. Er is geloof ik ergens, weet ik van waar, vakantie. Ik ben niet meer in de kinderen, dus ik weet niet meer wat voor vakanties we hebben. Nee. Ik heb ook een poesjekindertjes en een hondenkindje. Maar ja, dat ben ik niet mijn kindertjes, maar gewoon mijn beestjes. Ja, ik ben geen mama van ze, ik ben een vrouwtje. Ja, dus, maar dat komt allemaal goed. Ze zeggen graag tot aan de andere kant van de nacht. Doeg!